mensen, leuk dat je kijkt naar de vijfde aflevering van de PSV Skill Games. En we hebben vandaag een bijzonder team aan mijn rechterkant. Stefano Pina, e-sporter, samen met Denzel Dumfries. Denzel, wat vind je van je teamgenoot? Ja, top, top. Ja, positiviteit, hè? Zeker. Ga je het even laten zien of je het ook in het echt kan? Ja, ik hoop het, ja. Ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Nederland-België, aan de andere kant Uruguay. Met Nederland, Hendricks en Pereiro. Jorrit, verdedigend, bizar sterk volgens FIFA. Maar die shooting, even ongelijk bewijzen hier, toch? Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, precies. We gaan het maar gewoon zien. Let's go. Let's go. Het zou leuk zijn als hij ze allemaal willen leggen, ook zijn. Jezus. Dat is slap. Quickly, quickly then. Oh, quick. Ja, 30 seconden. Ja, maar die ballen zijn zacht, hè? Oeh. Ja, tuurlijk! Wow. Rika! Hij stond er. Oeh. Ja, tuurlijk! Ja, ja, telt. Oh. Laatste! Toch twee! Er zijn er genoeg die dat zijn gedaan hebben, hoor. Ja? Oh, dat mag niet onder de voet aannemen. Dat is wel in. Ja, het is echt moeilijk. Ik heb net één keer geprobeerd. Ja toch? Perfect. Oh. Oh, cool. Ah, nou heeft hij het gevoel, hoor. Het is dat de bal op staat. Oh! Oh. Laat hem maar zien dan. Oh, take your time. Mooi. Beetje hoge tempo als je het wil halen, hoor. Goed vast. Ik weet niet opnaaien, maar een klein beetje. Oh. Quickly, quickly. Staat in de min. Oh, en nog maar 4 seconden. Nee. Min 500, toch? Kom aan, Gazi! Oh! Oh! Dat is toch? Nee, er is nog ruimte. Ik kan niet tussendoor, ja, weet je. Tactiek! Oh, Gazi! Oh! Oh! Nee? Hij heeft vast 2 geraakt. Dus 4,5. Shit. Na de eerste challenge een grote voorsprong voor team rechts van mij, Stefano en Denzel. Het gaat simpel. Ze hebben hier een grote achterstand in te lopen. We gaan het zien in de tweede challenge. Kom aan! Misschien kan hij wel gewoon voetballen. Oh, die tellen gewoon. Alle scoren, dat doen zij bijna nooit. Serieus, bijna iedereen van jullie schiet er wel 1 beeld over. Oh, hey, hey, hey. Je hebt tijd genoeg, gaat goed. Ja, die kan mooi, maar dat is in de spits, hoor. Dat is in de spits, hoor. Dat is een nieuwe spits hier, hoor. Ik heb een nieuwe spits. Ja, dat kan ook. Je hebt nog 15 seconden, joh. Dat is de laatste al. Lekker rustig aan, Pikkie. Oh, klasse. We gaan sowieso van jullie winnen. 2500. Dat is zeker niet slecht, hoor. Lekker. Yes? Ja. Wat wil je winnen dan? Een etentje, joh. Ah, hier. Echt een mietje. Ja, 1000 punten. Echt een mietje als je dat doet. Wat? Wat doen we? Dit is toch gewoon goed? Ja, hij moet toch goed de kruisjes schieten. Dat gaat hij nu doen, let op. Kijk om te lachen. Oh! Lat is niks, dat is alles wel. Oh, oh, bewegingen. Yes?
Harder! Harder! Bal terug. Natuurlijk. Oh, tuurlijk! Oh. Oké. Okay. Wat dat doet. Oké. Okay. Lekker dun. Oh! 30 segundos. Ja, dat is leuk. Je hebt nog 10 seconden voor die laatste bal. Hij loopt ook elke keer net langs die bal af. Tuurlijk. Dat is hoor. Yes? Oké, Gazi. Goed, Gazi. Hij kan, ja, maar hij gaat er gewoon omheen. La bomba! Oi, oi, oi! You think it's Fortuna or what? 500. Ja, maar dit is toch wel... Laatste bal dit, toch? Perfecto. Nee, volgens mij heeft hij nog... Hierna, ja, hierna nog één, hè. Kijk eens! Oh. Tuurlijk! Komt u maar. 5 seconds. Easy. 3, 2, 1. Mag niet meer. Zo kalm. Yes, dat was hem. Aflevering 5. Ja, uiteindelijk een duidelijke winnaar, jongens. Of niet? Ah, hier staan ze. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Yes. Ja, lekker. Erika. Jongens, trots op hem? Ja, ik heb het zeker gedaan. En, ik denk dat we nu een spullet bij hebben. Joost, ik wil je bedanken voor het kijken. Jou, vriend. Oh, dan komt hij nog even een dingetje overheen. Hoeveel punten naar heen gehad? Helemaal niet. Wij winnen gewoon. Nee, ja daar, maar die niet. Jullie bedanken voor het kijken. Daar doe even een duimpje voor je. En abonneer je. En tot de volgende keer. Ciao, ciao.